trainer Mitchell van der Gaag. Eerste oefenwedstrijd zojuist gewonnen, 5-1 van Madison Boys. Als trainer, wat steek je het meeste op van zo'n wedstrijd? Nou, het is altijd lastig. Het zijn de gebruikelijke wedstrijden. Ik zie het altijd als afsluiting. Het resultaat ja, is op zich niet zo heel erg belangrijk. Ik snap dat het voor het omveld belangrijk is. Maar we zijn vorige week zaterdag begonnen. We hebben een pittige week achter de rug. Het belangrijkste is in ieder geval om die week goed af te sluiten. Geen blessures, want dat is absoluut vereiste nummer 1, doelstelling nummer 1. En dan zie je goede dingen, dan zie je minder goede dingen. Maar ik vind wel over het geheel genomen, we hebben geconcentreerd gespeeld. We hebben de focus erop gehouden. We hebben een aantal aandachtspunten behandeld voor de wedstrijd. Nou, die gaan we dan morgen eens bekijken en dan maandag komen we daar weer op terug. Dus niet al te heel veel, niet te veel waarde aan hechten. Maar gewoon kijken hoe sommige spelers spelen vanuit een andere positie. Veel jeugd. 5 jeugdspelers in de eerste helft, 5 jeugdspelers in de tweede helft. Nou, dat is positief. En dat hebben we ook altijd gezegd. De eerste 2 weken houden we die groep bij elkaar. En er zijn altijd jongens die verrassen. Dus ze laten zich zien. Dat hadden we ook wel verwacht. Ze zijn onbevangen. En die gaan 100%. Dus dat is mooi. Ja, dit was een afsluiten van een trainingsweek. Eerste trainingsweek buiten Zundert. Hoe is die bevallen? Hoe is je ploeg daarbij bevallen? Nou, ik vind het positief. Je krijgt een goed beeld van de spelers. We zijn de eerste dagen op Zundert gebleven. Nou, dat is vertrouwd gebied voor de meesten. Voor de nieuwkomers en voor mezelf ook. Ga je kijken wat er allemaal aanwezig is. Nou, dat is allemaal top. Vanaf woensdag ga je naar Bossenhoofd. Er komen een aantal jongens bij. Ja, dan ga je gewoon verder met de arbeid leveren. En die hebben ze geleverd. En het weer, ja, voor de vakantie is het prima. Alleen, ja, ze moeten er ook even aan wennen. Dat is goed. Er worden andere dingen gevraagd. En, dus ja, je leert elkaar beter kennen. Je hebt wat gesprekken hier en daar. Je hebt wat groepsgesprekken. Je ziet een beetje ja, wie de leiders zijn, wie de regie in handen nemen. Ja, dat is een goed teken. Maar het is nog vroeg. Maar we hebben prima kunnen werken. En dat is absoluut het belangrijkste. De meer ervaren jongens hebben de jonge jongens meegenomen. Nou, dat is prima. Ja, en dat is, de afsluiting is positief dus. Tevreden met de start van de voorbereiding dus? Ja, maar ik had ook eigenlijk niet anders verwacht. Hè. Er zijn weer nieuwe ronden, nieuwe kansen. En zeker de jeugdspelers, wat ik net al aangaf, zijn onbevangen staan die erin. En andere jongens die ruiken weer een kans. Sommige jongens moeten weer op nul beginnen. Ja, en dan kom je straks tot iets. Hè. Ik zeg altijd, we zitten nu in de Witte Broodsweken. En alles is goed. We zijn nog geen keuzes gemaakt. Die gaan straks komen. En ja, ik heb de eerste week als heel positief ervaren. En ook weer de ontvangst bij Madison Boys was top. Veld was top. Supporters erbij. Ja, dan weet je dat je weer begonnen bent.